glazen pot, doe er wat aarde in en een paar leuke plantjes en je hebt een mini-ecosysteempje. Maar wat is dat eigenlijk, een ecosysteem? Daarover ga ik jullie vandaag alles vertellen. We gaan namelijk inzoomen op de aarde. We gaan kijken hoe een ecosysteem in elkaar zit. Van een levensgemeenschap tot een soort en van een populatie tot individuen zoals jij en ik. Op onze aarde zijn er heel veel verschillende soorten ecosystemen. En ze kunnen heel groot zijn, zoals een woestijn, een kleurrijk koraalrif of een tropisch regenwoud. Maar een ecosysteem kan ook klein zijn, zoals een slootje tussen twee weilanden. Maar om te begrijpen wat een ecosysteem precies is, moet je eerst weten wat biotische en abiotische factoren zijn. Dat klinkt heel ingewikkeld, daarom leg ik het even uit. Bios betekent leven. Dus biotische factoren zijn levende organismen of de producten daarvan. Abiotisch betekent dus niet levend. Abiotische factoren zijn bijvoorbeeld water, zand, stenen, lucht en de temperatuur. Die leven niet, maar ze hebben wel heel veel invloed op het leven van planten en dieren. En een ecosysteem is simpelweg al deze biotische en abiotische factoren in één gebied. Neem bijvoorbeeld de Mojave-woestijn in Amerika. Het is er heel droog, want het regent maar een paar keer per jaar. Cactussen, dorre struiken en wat gras zijn daarom de enige planten die hier kunnen groeien. De zon schijnt fel en het wordt overdag dus heel erg warm. Er is ontzettend veel zand en dwars door het landschap liggen enorme bergketens. Toch zijn er wel een paar dieren die hier kunnen overleven. Zoals kakkerlakken, woestijnmuizen, ratelslangen en grote gieren. Kun jij zo al raden wat de biotische en abiotische factoren zijn? Zet de video even op pauze en probeer het eens. Is het je gelukt? Hartstikke mooi. Wat goed is om te weten is dat alle organismen die samenleven in een ecosysteem, zoals alle dieren, planten, schimmels en bacteriën, die vormen samen de levensgemeenschap. En sommige dieren die eten elkaar op, andere organismen die leven juist met elkaar samen. Bijvoorbeeld omdat ze van dezelfde soort zijn. Wanneer dieren of planten van dezelfde soort bij elkaar leven in zo'n groep, noemen we dat een populatie. Maar binnen een ecosysteem kunnen er meerdere populaties zijn van dezelfde soort. Denk bijvoorbeeld aan de bergketen in het midden van de woestijn. Muizen aan de ene kant leven niet samen met de muizen aan de andere kant. Het zijn dus twee verschillende populaties in hetzelfde ecosysteem. Zo'n groep van dieren van dezelfde soort, zo'n populatie, bestaat dus uit een aantal organismen. En elk van deze organismen noemen we een individu. Dus een individu is één dier van een populatie. Dus om het nog even samen te vatten. Elk dier, elke plant, elk organisme is een individu, zoals jij en ik. Organismen van dezelfde soort leven vaak samen in groepen. Dat noemen we populaties. Alle populaties van alle verschillende soorten in een gebied noemen we samen de levensgemeenschap. In een ecosysteem heb je dus biotische en abiotische factoren. De biotische factoren waren dus alle dieren, planten, schimmels en bacteriën, maar bijvoorbeeld ook hun poep, hun skeletjes, alles wat er overblijft. Abiotische factoren waren steen, zand, dingen die niet leven. En al die dingen samen vormen uiteindelijk het ecosysteem. Ga voor de grap eens naar buiten en zoek een slootje, een weiland, desnoods je eigen achtertuin en kijk eens wat voor organisme je daar tegenkomt in zo'n klein ecosysteempje. Want een ecosysteem kan heel groot, maar ook heel klein zijn. Het hangt er maar net vanaf hoe jij er naar kijkt. Van zo'n kleine glazen pot met plantjes tot de hele aarde waarbij alle organismen met elkaar in verbinding staan. In één groot ecosysteem. Dit was Hilmar's Biologiewereld. Tot de volgende keer.